De Economische Controledienst ECD van het ministerie van Handel en Industrie heeft woensdag bij twee verschillende winkels een partij babyvoeding van het merk Nutrilon van 400 gram en 900 gram in beslag genomen. Ook zijn er enkele smokkelsigaretten van het merk Tradition in beslag genomen. De babyvoeding werd geconfiskeerd omdat de winkelier aan prijsopdrijving deed. In het decreet E2A is specifiek aangegeven dat de toegestane winstmarge voor baby- en kindervoeding voor de kleinhandel is vastgesteld op 15% en voor groothandel 10%. Dat betekent dat de winkelier die zijn Nutrilon ten verkoop aanbiedt geen hogere winstmarge mag toepassen dan de wettelijk vastgestelde. De winkelier hanteerde voor Nutrilon 1 van 900 gram een bedrag van 67 SRD in plaats van 64 SRD en 69 centen. En voor Nutrilon 2 van 400 gram een bedrag van 30 SRD in plaats van 28 SRD en 25 centen. Bij een andere winkelier zijn er sigaretten in beslag genomen die van smokkel afkomstig waren. Van beide gevallen is er een procesverbaal opgemaakt die vervolgens naar het Openbaar Ministerie zal worden verstuurd voor verdere afhandeling. Eerder deze maand is er ook beslag gelegd op een partij gascilinders bij een drietal winkeliers die zich schuldig hebben gemaakt aan het hamsteren van deze goederen. HI-minister Sigrid Burleson is van oordeel dat er een intensievere aanpak van prijscontrole nodig is en heeft onlangs in dit kader een serie gesprekken gevoerd met diverse organisaties, zoals de consumentenorganisaties, importeurs en vereniging van winkeliers. Daarbij is onder andere het besluit genomen dat er hardere acties tegen prijsopdrijvers, smokkelaars en hamsteraars zullen worden gevoerd. De controle zal zich extra richten op basisgoederen en economisch-strategische goederen zoals gascilinders, brandstof en bouwmaterialen, waaronder cement.